Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Ik heb heel vaak het verzoekje gekregen of ik weer eens een gezonde, zoete snack kan gaan bakken. Bijvoorbeeld een taartje, koekjes, muffin, nou ja, iets wat je makkelijk mee kan nemen als tussendoortje. En dat is precies wat we vandaag gaan doen, dus ik neem je mee de keuken in. We gaan namelijk gezonde mango havermout muffins maken met een touch of chocolade. Klinkt goed hè? Ga maar mee. Allereerst, wat heb je nodig voor deze muffins? Ik heb 150 gram havermout, 200 gram mango, 100 ml melk. Ik heb normale melk, maar het kan natuurlijk ook sojamelk zijn als je dat liever hebt. 150 gram eiwit. En dit kun je doen door gewoon eiwitten te splitsen. Maar je kunt tegenwoordig ook vloeibaar eiwit kopen. Deze heb ik bij Body & Fit Shop gekocht, maar de supermarkt heeft het tegenwoordig ook. Ik ben natuurlijk een sporter, dus ik wil dat mijn muffins liefst zoveel mogelijk eiwit bevatten. Dus daarom kies ik voor alleen eiwit. Heb jij nou zoiets van, nou Marloes, dat hoeft niet zo, dan kun je ook gewoon twee eitjes doen. We gebruiken 8 gram bakpoeder, dat is een half zakje. Koek- en speculaaskruiden, maar je kunt ook gewoon kaneel doen. Maar ik moet zeggen, dit maakt het wel lekker pittig. En dan natuurlijk een muffinvorm en bakvormpjes om de muffins mee te maken. En als topping kies ik voor hele pure chocolade en kokos, maar daarvoor kun je natuurlijk gebruiken wat je wilt. Ik ga de ingrediënten die ik wil mixen in de blender doen. Ik doe allereerst het eiwit erin. Begin trouwens altijd met de vloeibare ingrediënten. De melk, de mango, de havermout. Dan ongeveer een eetlepel van de koek- en de speculaaskruiden. En 8 gram bakpoeder. En dan ga ik dit allemaal door elkaar mixen. Ik heb de muffinvormpjes in het baktreetje gedaan. Ik roer het nog even goed door en dan giet ik een klein beetje van het mengsel in ieder bakvormpje. Deze gaat de oven in voor ongeveer 30 minuutjes op 180 graden. Maar hou het goed in de gaten, want het kan per oven een klein beetje verschillen. Als de 30 minuutjes voorbij zijn, dan haal je de muffins uit de oven. En dan kun je ze heel voorzichtig, als ze natuurlijk een beetje afgekoeld zijn, uit het bakvormpje halen. Als je trouwens twijfelt of ze al gaar zijn, dan kun je er even inprikken met een satéprikkertje en die er dan weer uithalen. En als het satéprikkertje droog is, dus als er geen baksel aan kleeft, dan weet je dat ze klaar zijn. Ik heb ze vervolgens even op een bord gezet en wat chocolade gesmolten in de magnetron. Je kunt het ook bij Marie doen, maar ik heb het heel makkelijk dus in de magnetron gedaan. Eventjes de blokjes in een klein kommetje, 30 seconden in de magnetron, even roeren. Nog 30 seconden in de magnetron en dan is het waarschijnlijk klaar. Maar blijf er goed bij, want anders dan verbrandt de chocola en dat is natuurlijk zonde. Ik heb zo puur mogelijke chocola genomen, omdat het dan zo min mogelijk suiker bevat. Ik doe wat op een lepel. En dan doe ik dat over de muffins heen. Gewoon een beetje op gevoel. Zo. Op sommige van de muffins doe ik ook een beetje geraspte kokos. Maar mijn vriend houdt niet van kokos. Dus ik doe het niet op allemaal. En dan zijn je muffins klaar. Natuurlijk kun je ook nog van de rest van de beslag, als je nog over hebt, ook nog muffins bakken. Dan een beetje leuk uitstallen en je hebt een heerlijke treat voor je gasten of voor zelf om mee te nemen naar je werk. En dan zijn ze dus klaar. Mijn gezonde havermout muffins met mango. Ik ga er even eentje voor jullie voorproeven. Ze zijn nog heerlijk gooey van binnen. Smooshy, zoals ik zou zeggen. Dat is echt zoals ik ze lekker vind. Als ze afkoelen worden ze wel iets warmer of harder. Maar ze blijven gewoon lekker zacht door de mango. Je kunt trouwens dus ook heel goed diepvriesmango gebruiken. Hè? Dat is nog makkelijker. Ik ga even proeven. Echt heel erg lekker. Ze zijn nog lekker fluffy, zeg maar, door de eiwitten. Ze heb ik nu allemaal om mijn mond zitten. Nou, maakt niet uit. En ze zijn nog lekker fluffy door de eiwitten. En ze zijn lekker zoet door de mango. En de chocola en de kokos maken er echt heerlijk bij.
Ben je benieuwd naar de voedingswaarde van dit gerecht? Dus hoeveel calorieën, eiwit, vet en dat soort dingen deze muffins bevatten? Dan kun je dat zien, lezen hieronder. Ik link een artikel naar mijn blog en daar staat het hele recept met de voedingswaarde dus nog een keer, zodat je het kan nalezen. Ik heb uiteindelijk 10 muffins kunnen maken van dit beslag. Dus het beslag is bedoeld voor 10 muffins. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Druk even op een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Dan help je me ontzettend. En je kunt me volgen op Instagram en op Facebook. Dat is bij de Optima Vita. Ik bedank je nu heel hartelijk voor het kijken. Eet smakelijk met jouw gezonde muffins. En tot in de volgende video. Doei doei!